Rituelen staan in ons geheugen gegrift. Herdenken doen we op een manier die iedereen herkent, in een taal die iedereen verstaat. De vlag half stok, kransen, een trompet en 2 minuten stilte. Het zijn herkenbare en betekenisvolle handelingen voor jong en oud. 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog blijft het draagvlak voor 4 en 5 mei groot. Lokale herdenkingen worden steeds beter bezocht. Niets meer aan doen, zou je zeggen. Met de toekomst van onze rituelen zit het wel goed. Maar is dat wel zo? De vraag is, hoe kunnen rituelen van herdenken in de toekomst betekenisvol blijven? Rituelen zijn betekenisvol als de uitvoering, context en uitwerking in balans zijn. De kracht van een ritueel zit in de herhaling. Maar rituelen staan niet stil. Ze zijn ooit ergens begonnen en blijven continu in beweging. De echte kracht van rituelen is hun ogenschijnlijke onveranderlijkheid. Het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe behoeftes zonder de kern te verliezen. Veranderen is niet altijd even makkelijk en roept soms heftige emoties op. Maar om je heen zie je het gebeuren. Aanwezigheid van jonge veteranen. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal. Een grotere rol voor naoorlogse generaties. En de prominentere rol voor persoonlijke verhalen. Als de verandering maar geleidelijk plaatsvindt, dan hebben rituelen de toekomst. De rituelen moeten aan blijven sluiten bij nieuwe behoeftes. Maar hoe zien die er dan uit? Allereerst de behoeftes van mensen die een oorlog hebben meegemaakt. Voor veel oorlogsgetroffenen is herdenken een bron van steun en erkenning. Maar we moeten voorzichtig blijven. Zo'n confrontatie met het verleden is heftig. Je wordt er met je neus opgedrukt. Ik was een kind van die oorlog. Wat je meegemaakt hebt in de oorlog, vergeet je nooit. Dat komt bij het zien van de herdenking naar boven. Je denkt terug aan je geliefde. De oorlog haal je er niet uit. Dat zit in mij. Herdenken biedt ruimte om even in contact te komen met mijn leed. Je voelt ook het leed van anderen en dan denk ik even, ik ben niet de enige. En dan de wensen van jongeren. De generatie die het herdenken in de toekomst vorm gaat geven. De herdenking hoeft voor hen niet opgeleukt te worden. Het is vooral belangrijk dat ze begrijpen wat de rituelen betekenen en dat ze zich in kunnen leven in waarom we herdenken. Als ik eerst een verhaal heb gehoord over de oorlog en daarna 2 minuten stil ben, kan ik meer aan de oorlog denken. Bevrijdingsdag kent veel minder vaste rituelen. Op 5 mei gaat het veel meer om een optelsom van verschillende activiteiten. Het meest herkenbare ritueel is het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Jongeren geven aan een link te missen naar de thema's van bevrijding en vrijheid. Stilstaan bij de waarde van vrijheid, herkenbare rituelen en laagdrempelige activiteiten helpen om 5 mei relevant en betekenisvol te houden. Rituelen blijven veel betekenend als ze ook de nieuwe generaties en groepen helpen om voeling te krijgen met wat er in het verleden is gebeurd. Rituelen zijn de schakel tussen het verleden en de betekenis die wij nu aan dat verleden geven. Juist daarom zijn ze dynamischer dan ze misschien op het eerste gezicht lijken. Dus, terugkomend op de vraag waarmee we begonnen. Rituelen van herdenken kunnen in de toekomst betekenisvol blijven als ze constant en in beweging blijven. Wilt u weten wat u kunt doen? Kijk voor alle resultaten en praktische tips op 4en5mei.nl/onderzoek/rituelen.